Op 6 februari 2015 is op de JM Den Elbrug in Zaandam een fietser dodelijk verongelukt. Zij bevond zich op het bewegende deel van de brug toen deze werd geopend en kwam daarbij ten val. De fietser, nog de brugwachter, waren zich bewust van het gevaar tot de brug werd geopend. Hoe heeft dit ongeval kunnen gebeuren? En hoe is het gesteld met de veiligheid van de op afstand bediende brug? Om antwoord te krijgen op deze vragen... Heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld? De Den Elbrug is een van de elf bruggen over de Zaan in Zaandam. De brug bestaat uit twee delen: een autobrug en een aparte fietsbrug. Beide bruggen worden als één geheel bediend. Dit gebeurt op anderhalve kilometer afstand vanuit de centrale post. De bedienaar is dus niet fysiek op de brug aanwezig, maar volgt de gebeurtenissen op de brug met camera's. Op de ochtend van 6 februari 2015 zijn onderhoudsmonteurs onder de brug aan het werk en rond half 12 verzoekt de monteur om de brug te openen. Op dat moment komt een fietser de brug opfietsen vanaf de westelijke oever van de zaan. Zij moet heuvel opfietsen en heeft tegenwind, dus haar snelheid is laag. De brugwachter geeft intussen het commando stop-landverkeer, waarmee de procedure om de brug te openen start. Het gele waarschuwingssein op circa 100 meter van de brug gaat knipperen. De fietser passeert dit sein dan net. Ruim 20 seconden later gaan de rode stoplichten knipperen. Het verkeer op de autobrug komt tot stilstand. Daarop geeft de bedienaar het commando waarmee hij de slagbomen laat sluiten. Terwijl de bomen van de autobrug dalen, passeert de fietser het rode licht en de nog geopende slagboom van de fietsbrug. Zij rijdt het beweegbare brugdeel op. Op de camerabeelden in de centrale post is de fietser zichtbaar als zij de eerste slagboom passeert. Als de fietser ongeveer halverwege het beweegbare brugdeel is, klinkt de bel bij de slagbomen als teken dat deze gaan sluiten. In plaats van door te fietsen en het brugdeel te verlaten, stapt de vrouw af en gaat voor de tweede slagboom staan. Ze doet nog een stapje terug zodat ze voor de voeg tussen het beweegbare en vaste brugdeel komt te staan. Wellicht zag ze deze voeg aan voor een stopstreep. Als de bomen gesloten zijn, moet de brugbedienaar beoordelen of de brug vrij is van mensen en objecten en dus veilig geopend kan worden. Na drie seconden geeft hij het commando de brug te openen. De fietser staat op dat moment tussen de gesloten slagbomen op het beweegbare brugdeel. Vijf seconden later gaat de brug open. De fietser staat op het hoogste en snelst bewegende punt van het beweegbare brugdeel. Ze grijpt zich met haar fiets vast aan de reling van de brug. Als de brug vrijwel volledig geopend is, valt ze ruim 15 meter naar beneden. En overlijdt ter plaatse. De Den Elbrug en bediening daarvan zijn sinds de oplevering in 1992 meerdere malen ingrijpend veranderd. Het was in eerste instantie een enkele brug voor zowel auto- als fietsverkeer. De bediening vond plaats op de brug zelf, vanuit het brugwachterhuis. De situatie veranderde toen werd besloten de brug op afstand te bedienen met behulp van camera's. De consequenties van deze wijziging werden destijds enkel vanuit technisch oogpunt benaderd. Men ging ervan uit dat het veilig was, zolang de techniek en camera's maar van voldoende kwaliteit waren. In 2012 werd een aparte fietsbrug naast de bestaande brug geplaatst. Beide bruggen worden gelijktijdig bediend en de bedienaar moet nu twee in plaats van één brug in de gaten houden. Er werd daarbij niet beoordeeld of deze andere werkwijze nieuwe of verhoogde risico's met zich meebracht. Bij de inrichting van de fietsbrug is onvoldoende stilgestaan bij het effect daarvan op het gedrag van fietsers. Door de symmetrische indeling kon de fietser zich lastig oriënteren. Het beweegbare brugdeel was moeilijk te onderscheiden. De voeg leek op een stopstreep en enkel een rood sein bleek in dit geval onvoldoende om de aandacht te vestigen op de naderende brugopening. Een derde grote wijziging betrof het moderniseren van het camerasysteem in 2014. De kwaliteit van de camerabeelden verbeterde, maar gelijktijdig werden ook de monitoren in de centrale bedienpost veranderd. De vier beelden van de fietsbrug werden voortaan in de linkerbovenhoek gepresenteerd en de bedienaar kon niet wisselen van perspectief. Of deze nieuwe presentatie risico's met zich meebracht, is destijds niet beoordeeld. De Raad concludeert dat alle losse componenten zoals zijnen, slagbomen, de beleiding en het camerasysteem voldeden aan de gestelde technische eisen. Maar dit ongeval laat zien dat juist de interactie tussen techniek, de gebruiker en de omgeving de mate van veiligheid bepaalt. Deze interactie liet de gemeente Zaanstad buiten beschouwing, waardoor ze een te eenzijdige invulling gaf aan haar zorg voor een veilige brugbediening. De factoren die een rol speelden zijn niet uniek voor de Den Elbrug of Zaandam. Het is dan ook van belang dat, behalve de gemeente Zaanstad, ook andere brugbeheerders in Nederland nagaan in hoeverre zij een integrale veiligheidsbenadering kunnen toepassen. De onderzoeksraad beveelt aan om bij de beoordeling van de veiligheid van brugbediening uit te gaan van de manier waarop mensen en techniek elkaar beïnvloeden, normen en richtlijnen hierop aan te passen, onderling kennis hierover te delen. En brugbedienaars te trainen op potentieel gevaarlijke situaties.